Als jij dagelijks langs een drukke straat als deze fietst, krijg je net zoveel schadelijke stoffen binnen als wanneer je elke dag een sigaret rookt. Slechte luchtkwaliteit in Nederland is samen met roken en overgewicht de belangrijkste oorzaak van astma, longkanker en hart- en vaatziekten. Hoe komt die Nederlandse lucht nou zo ongezond? Bij luchtvervuiling denk je misschien aan grote steden in China of in India. Zo erg is het bij ons gelukkig niet gesteld. Maar Nederland heeft wel dé slechtste luchtkwaliteit van West-Europa. Hoe kan dat? De twee grootste boosdoeners zijn eigenlijk stikstofoxide en fijnstof. Stikstofoxide komen als gassen in de lucht. Fijnstof is eigenlijk een verzamelnaam voor allemaal zwevende deeltjes in de lucht van maximaal 10 micrometer groot. Allebei worden ze uitgestoten door verkeer, landbouw, industrie en houtkachels. Die laatste denk je misschien niet meteen aan, maar op een koude winterse avond kan de lucht in jouw woonwijk vol zitten met fijnstof en stikstofoxide. En die stoffen zijn schadelijk voor je gezondheid en voor je longen. Hoe werkt dat? Normaal gesproken nemen je longen zuurstof op en geven het af aan het bloed. Als er stikstofoxide in die lucht zit, plakt dat aan je longblaasjes en beschadigen de cellen. Je lichaam reageert met een sterke afweerreactie omdat zuurstof opnemen moeilijker wordt. Je gaat daarvan kuchen en hoesten en hijgen. Fijnstofdeeltjes zijn zo klein dat ze makkelijk langs je neusharen, in je keel en in je longen terecht kunnen komen. Ze kunnen zelfs via de longen opgenomen worden in het bloed. Daardoor stijgt je bloeddruk heel snel en je afweersysteem draait overuren, wat voor ontstekingsreacties en zelfs trombose kan zorgen. We maken de problemen met luchtkwaliteit in Nederland nog erger doordat we met z'n allen heel veel willen doen op een relatief klein stuk land. Neem bijvoorbeeld de regio Rotterdam. Daar hebben we de haven, de industrie, het centrum van de stad met zijn verkeer en de intensieve landbouw en veeteelt van het Westland. Deze laatste stoten stikstofoxide en ammoniak uit. En er komt met de industrie en verkeer nog een extra boosdoener bij: koolwaterstoffen. Als al deze stoffen in de juiste verhouding in de lucht zitten en er komt een klein beetje zonlicht bij, dan kan uit deze cocktail nog meer fijnstof gevormd worden en ook ozon. En dat is niet best, want ozon irriteert het slijmvlies van je ogen, van je neus en, daar heb je ze weer, de longen. Het is niet zo dat je direct stikt in de fijnstof en de ozon. Het is meer als een langzaam slopend proces, net als met roken. Je valt niet onmiddellijk na je tiende pakje dood neer, maar na 1000 pakjes stapelt de schade zich flink op. Door de luchtvervuiling zien we dat steeds meer kinderen astma krijgen. De kans op longziekte is zelfs 2 keer zo groot voor kinderen die opgroeien met zwaar verkeer in hun straat. Ook het risico op longkanker en hart- en vaatziekten is duidelijk terug te voeren op slechte luchtkwaliteit. Je kunt er dus eerder aan doodgaan. De gemiddelde Nederlander verliest er 13 maanden van zijn leven door. Het oplossen van dit probleem is een zaak voor iedereen. We kunnen niet alleen maar wijzen naar de industrie, of de landbouw, of de autorijder. Het luchtvervuilingsprobleem hoort gewoon bij het dichtbevolkte Nederland. En we moeten er samen een prioriteit van maken om die luchtkwaliteit te verbeteren. Het helpt daarbij dat we de luchtkwaliteit steeds beter in de gaten kunnen houden. Overal in Nederland wordt de luchtkwaliteit continu gemeten. En met computermodellen wordt die luchtkwaliteit ook nog eens in detail voorspeld. Net als met het weer. Dus, als jij zelf liever niet door die vieze lucht wil fietsen, kan je verschillende apps gebruiken om je route te plannen en te zorgen dat je zo gezond mogelijk op je bestemming komt. Beter nog kunnen we natuurlijk stoppen met het uitstoten van die schadelijke stoffen. Dan is elke route gezond.